trainer Ivo Munter. Wat een ongelofelijke wedstrijd. 2-0 achter, 3-2 gewonnen. Ja, wat een ontlading zojuist bij de dames en bij jou. Beschrijf dat eens, dat moment. Ja, er zijn momenten, daar droom je van. Die geloof je niet. Ik had wel het gevoel dat gedurende de wedstrijd het momentum al onze kant op aan het kantelen was. Zeg maar, we begonnen de bonusballen te pakken. Dus in de lange rallies hadden wij meer in de verdediging. En je zag bij de tegenstander dat twijfel wat groeien. Ja, en zo'n laatste set, ja, dat is alleen maar dromen. Dat is alleen maar hopen dat het lukt. En ook je gewoon als coach het uit je handen geven. Die meiden doen het op dat moment. En ze pakken het ook allemaal op. Echt fantastisch. Je komt 2-0 achter. Ja, natuurlijk moet jij geloof houden. Maar waar haalde jij die geloof vandaan en wat heb jij toen overgebracht op je meiden? Ja, gek genoeg is dat geen eens een nadeel. Want zeg maar, we staan volledig verwachtingspatroonloos te spelen. De tegenstander, daar ligt de druk. Die zie je ook, zeg maar, die spelen de laatste paar wedstrijden goed. Maar ook bij hun gaat het seizoen heel erg op en neer. En je ziet de twijfel toeslaan. En je ziet bij ons dat we redelijk rustig blijven in de situatie. En ik heb een paar meiden die erin komen. Maureen Winnekers met nummer 4. Die fantastisch de boel op sleeptouw neemt. Anne die het nummer 6 die het goed oppakt. Die een paar extra blokjes pakt. En je ziet het geloof groeien. Maar het gaat vooral zeg maar, om het feit dat je een paar extra balletjes scoort. De eerste twee sets hadden we heel veel moeite om langs een blokkering heen te komen. Dat ging draaien. En ook de defense. Ja, fantastisch. Hoe komt dat dan? Dat je na die 2-0 achterstand en je voelde ook eigenlijk na die vierde set, ja, jullie zijn beter en je gaat die laatste ook pakken. Ja, precies dat. Ja, je zag het aan de koppies. Zeg maar, bij ons staat ontspannen, maar de tegenstander zie je, oh jee, we moeten nu wel. Ja, dat zie je inderdaad. En dat is gewoon het verschil tussen wij mogen vanuit de topdivisie vrij uitspelen en hun moeten. En dat zie je in het veld terug. En uiteindelijk is het verschil niet zo groot qua kwaliteit tussen de twee groepen. Ik stond hierboven, ik kan niks doen en ik doe natuurlijk ook niks. En mijn hart zat al in mijn keel. Hoe zat dat bij jou? Ja, gek genoeg valt dat wel mee. Ik heb invloed op het verhaal en ik heb erg veel vertrouwen in mijn groep. Dus ja, ik doe wat ik kan. En omdat je invloed erop uit hebt, dan heb ik niet zoveel spanning. Dus ja, wat ik zeg, we vliegen het hele seizoen al. Dus laat maar gaan die meiden, die pakken het wel op. Jullie verslaan Eurospet in de vorige ronde terwijl ze bovenaan staan. Jullie pakken nu VC Snake, ook een grote damesploeg altijd geweest. Waar komt dat vandaan? Ja, we zijn vorig jaar gestart met denk ik 5-6 wissels. Waarvan een hele hoop van ons uit meiden dames 2 komen. Dus dat is gewoon positief. Bij ons dames 2 echt wel een voorportaal voor dames 1. We hebben eerst de seizoenshelft vorig jaar nodig gehad om iedereen te integreren. Alle systemen op elkaar af te stemmen. En vanaf vorig seizoen, de tweede seizoenshelft, begon het eigenlijk heel goed te draaien. En dat trekken we nu door. En dan krijgen we echt een gigantisch talent in de vorm van Alice Dambrink. Onze dia, onze linkshandige, onze nummer 2. Ja, en die maakt het verschil. Die maakt net het verschil voor ons. Weet je, iedereen kan op eredivisieniveau mee. En zij staat op de 16e de meiden van de eredivisie kapot te slaan. Ja, als coach is dat wel erg geniet hoor. Dat is wel echt fantastisch.